beste kijkers. U kijkt live naar de actie Stop de blokkade tegen Cuba. We zijn hier in Antwerpen op de Meir live. De actie wordt in drie steden gevoerd vandaag bij alle ING en BNP Paribas kantoren. Onder andere in Gent, Brugge en hier in Antwerpen. Ik roep even bij mij Casper, een van de organisatoren die ons gaat vertellen wat de actie een beetje inhoudt. Kom er maar bij, Casper. Ja. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Kan je mij vertellen wat deze protestactie inhoudt en waarom het hier gehouden werd? Ja. Ik ben Casper van initiatief Cuba Socialista en wij zijn een solidariteitsorganisatie met Cuba. En wij voeren vandaag actie om onze nieuwe campagne te lanceren rond de financiële en economische blokkade tegen Cuba. Die ondanks de toenadering dat er was tussen Obama en Raúl Castro en de Cubaanse bevolking en de Amerikaanse bevolking nog altijd in stand blijft. Dus het is nog altijd niet mogelijk om via Fortis Bank of ING Bank om eigenlijk overschrijving te doen naar Cuba vanuit België. Dus ook zelfs niet voor sociaal projecten dat wij steunen in Cuba kunnen wij geen geld overschrijven. Tegelijkertijd is er ook, zien wij ook dat vanuit Nederland bijvoorbeeld mensen die lid willen worden van onze organisatie niet kunnen lid worden omdat ING hun overschrijvingen blokkeert. Dus daarom voeren wij hier vandaag op een ludieke manier actie om onze standpunt kracht bij te zetten. En we gaan dit doen aan de hand van een klein toneeltje ook. En we hebben ook een nieuw spandoek, zoals u ziet, Stop the Blockade Against Cuba. Okay. Kan je meer vertellen over de ludieke manier? Wat houdt dat in, dat speltje? Ja, dat houdt eigenlijk in dat er iemand zich als muur zal verkleden. En dat er dan eigenlijk een wereldbal naar die muur gegooid wordt. Dat staat symbool voor de internationale gemeenschap. Die ieder jaar opnieuw vraagt om de economische blokkade tegen Cuba eigenlijk stop te zetten. In de Verenigde Naties wordt dit dus ieder jaar aangekaart. En de enige twee landen die zich daar nog tegen verzetten zijn de Verenigde Staten en Israël. Terwijl de rest van de wereld eigenlijk een einde wil aan die oneerlijke economische blokkade. En vandaar ook dat we ook werken met de symboliek van de muur. Ook met Trump die nu aan de macht is. Want wij zien dat Trump eigenlijk ook een bedreiging zal vormen voor die toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten. En daarom hebben wij hem ook als symbool uitgekozen, als symbool van degene die eigenlijk liever muren optrekt in plaats van muren opbouwt. Ik weet niet of u dat wist, maar u kan dus als Belgische inwoner geen geld overmaken naar Cuba. Organisaties en bedrijven ook niet, blijkbaar omwille van die blokkades. Maar diezelfde banken schamen zich niet om wel het geld naar alle belastingsparadijzen over te schakelen. Dus vandaar deze actie en dat we vandaag nog verder verslag gaan overbrengen. Dag Facebook-kijkers. Ik kijk live in Antwerpen naar de actie Stop de blokkade tegen Cuba. U ziet de organisatoren van ICS zijn momenteel bezoekers en winkeliers en mensen die gewoon op straat er voorbij rondlopen aanspreken om over de blokkade te spreken en een handtekening voor de protestactie in te zamelen. Ik ga hopelijk straks nog een aantal mensen kunnen spreken waarom zij deze actie steunen. Graag tot straks. Mag ik u als petitievoerder of toch een van de actievoerders vragen waarom jij hier vandaag staat? Ja, wij staan hier vandaag omdat een aantal grote banken in Europa, waaronder KBC, ING en BNP Paribas, weigeren om overschrijvingen te doen naar Cuba. Of zelfs als je een overschrijving naar een organisatie verzendt met het woord Cuba daarin, dan wordt dat gewoon geweigerd. En dat is dus totaal ongerijmd en absurd dat Europese banken, want daarover gaat het, dat die dus eigenlijk op basis van een blokkadewet van de Verenigde Staten, dat die dat dus weigeren. En dus daarom protesteren wij. Dus wij willen eigenlijk met de petitie aan de banken duidelijk maken dat het echt niet kan. Dus dat zij daar moeten mee ophouden. Dat zij gewoon moeten de wet respecteren. En dus gewoon, er is geen blokkadewet in Europa. En dus moeten zij gewoon die overschrijvingen doen. Dankjewel. Hoe is het tot nu toe verlopen? Ja, wij zijn eigenlijk vandaag gestart. Vandaag is eigenlijk onze lancering van de campagne. We hebben gisteren onze petitie eigenlijk online gezet en dat ook gedeeld op sociale media.
En dat heeft er direct wel voor gezorgd dat we een 20-30 handtekeningen binnen het uur hebben binnengekregen. Dus het is wel duidelijk dat er bij onze achterban alvast heel veel verontwaardiging is over dit over deze beleid van de banken en van de Amerikaanse overheid. Okay. Ik wil een interview geven. Okay. We gaan even naar Donald Trump kijken wat hij te zeggen heeft. Koffieffe. Do you support this action? I do support this big, beautiful wall. We need a world with a lot of big, beautiful walls, people. We're gonna build a wall. It's gonna be huge. It's gonna be tremendous, like you wouldn't believe. You haven't seen it. Koffieffe. Can you tell me what do you plan to do against the blockade to Cuba? We plan to have a very big and a very beautiful blockade. You know, Obama was really weak on the blockade, and we should really support the blockade of Cuba. It's what the people want in Miami, in Pittsburgh. You know, we should really have a bigger blockade against Cuba, and that's what I'm planning to do. How do you feel about Europeans? They are against the blockade. Well, Europeans are weak. They're really weak. You know, Angela Merkel, she just invited all these refugees, really weak, really sad. Thank you, Mr. Trump. Matthias, kan je me zeggen waarom deze actie voor jou belangrijk is? En waarom jij hier als actievoerder staat? Ik denk dat er een heel grote hypocrisie zit in het feit in de complete blokkade ten opzichte van Cuba enerzijds. En anderzijds hoe dat wij omgaan met belastingsparadijzen, met landen zoals Saudi-Arabië, waar dat totaal geen probleem is om handel mee te voeren. En dat dat gewoon compleet verkeerde prioriteiten aanduidt van onze beleidvoerders. En daarom ben ik hier. Hoe gaat het verder verlopen na deze actie? Wat zijn dan de volgende stappen? Goh, ik ben hier meer toevallig. Dat moet je niet aan mij vragen. Dat zal ik straks aan de hoofdorganisator vragen. Oké, dank u. Graag gedaan. Ja, ik zal de vraag misschien meteen aan u stellen. Hoe gaat het dan verder met deze actie? Wat zijn de volgende stappen? De volgende stappen zijn eigenlijk de zomerfestivals. Wij gaan ook naar een aantal zomerfestivals trekken, onder andere de Gentse Feesten en Sphinx Festival, waar dat wij ook gaan verder met de campagne, met de mensen te informeren en met petities op te halen. Om dan ook in het najaar zouden wij dan ook graag onze petities overhandigen aan de directies aan de Belgische directies van BNP Paribas Fortis of ING. En hen ook duidelijk vragen in hun onderhoud om eigenlijk deze politiek niet langer te ondersteunen en om maatregelen te nemen om terug de mensen eigenlijk vrij te geven van geld en goederen. Want dat is toch een van de sterke punten van ons huidig systeem. Dat is toch dat iedereen vrij over zijn geld kan beschikken. En dat willen wij ook aankaarten hier, hoe hypocriet dat het eigenlijk is om een bepaald land aan te pakken die er een andere politiek op nahoudt, die veel meer investeert in ziekenhuizen, gezondheidszorg, onderwijs enzovoort, en die ook nog eens heel sterk rond ecologie bezig is. Dat land wordt eigenlijk afgestraft door deze blokkadewetgeving. Ja. Dank u wel. Twee meisjes die de petitie hebben getekend. Ik ga ze even de vraag stellen waarom zij de petitie eigenlijk getekend hebben. Ja, kan je dat vertellen? Omdat wij het ook zeer belangrijk vinden dat wij als Europeanen geld kunnen storten, bijvoorbeeld naar Cuba. En het is ook zeer vervelend dat we dat niet zouden kunnen doen. We willen jullie graag steunen. En ik hoop dat jullie dingen gaan lukken, dat jullie toch kunnen storten binnenkort. Ja. Heb je al over de blokkade alles gehoord? Weet je er veel over? Nee, dat niet. Maar ik heb net een goede uitleg gekregen en ik ben er volledig mee eens. Ja. Oké. Dank je wel.
Despierto, me siento alucinado. No sé qué me pasa, mi cuerpo está truncado. Me tiembla por aquí, me muevo por allá. ¿Qué pasa con el mundo que no me deja girar? Siento una euforia que no termina. Ya no más quiero seguir para arriba. Salgo a la calle buscando valor. We gaan hier afronden. Ik ga even aan de organisatoren vragen hoe de actie geweest is en of er goede verzamelingen zijn geweest. Vertel het dus. Ja, we hebben toch hier een zestigtal handtekeningen opgehaald hier op de Meir in Antwerpen. En ik heb ook juist bericht gekregen vanuit Gent dat zij daar een honderdtal handtekeningen verzameld hebben. En ook in Brugge hebben ze een goede 80 handtekeningen verzameld. Dus dat is al een heel succesvolle eerste actiedag. Maar hier stopt het natuurlijk niet. Wij gaan zelfs een volgende actie doen, nu zaterdag in Brussel. Om ook de Brusselaars eigenlijk warm te maken om mee te stappen in onze campagne en om aan hun bank te vragen om de blokkade, de financiële blokkade tegen Cuba stop te zetten. Dus dat is zeker al ons eerstvolgende stap en daarna blijven wij verder gaan, zeker tot het najaar, om dan ook nog met een groot event eigenlijk af te sluiten en ook naar de banken terug te koppelen om aandacht te vragen voor deze problematiek. Ja, dankjewel voor de tijd. Voilà. Beste kijkers, we gaan het hier afsluiten. Dit is een live uitzending geweest van Stream Media, van mij Rashida en van Dennis van Stream Media. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.